Hey, leuk dat je weer kijkt naar een video van mij. Ik zit weer even op de slaapkamer, zoals je kunt zien. En ik ga jullie vandaag een kijkje gunnen in mijn reviewbakken, om het maar even zo te noemen. Ik heb twee bakken waar ik de producten in bewaar die ik nog wil gaan reviewen of waar ik een filmpje mee wil maken. Dus het leek me leuk om dat te laten zien aan jullie. Omdat ik een beetje met stash bezig ben, met stash video's, dacht ik van misschien is dat ook wel leuk om te laten zien. Dus ik zou zeggen veel plezier met kijken. Nou, hier heb ik wat losse producten. Die passen niet meer in de bakken. Ik moet het even allemaal opnieuw indelen. Maar die ga ik jullie dus ook eventjes laten zien. En dan heb ik hier twee bakken waar ik dus de spullen in bewaar. Eentje die zit nou ook gewoon even niet dicht, omdat het gewoon eventjes niet helemaal staat zoals ik het wil hebben. Dus vandaar dat ik het eventjes heb opengelaten. Kan ik het straks gelijk even opnieuw indelen als ik de video heb gemaakt. Maar ik ga jullie eventjes als eerste dus de losse producten laten zien. Hier heb ik een paletje van Essence. Dit is de All About Nude. Ik heb aardige paletjes van de All About serie. Ik weet ook nog niet of dat ik ze allemaal ga reviewen. Maar dit is ook een beetje misschien de vraag aan jullie. Welk paletje je het liefst of als eerste gereviewd zou willen hebben. En dat kun je achterlaten bij de comments. Hier zo ligt een coverstick van Catrice. Dit is een all-around coverstick. Een Miauw eyeliner van Miss Porty. Ook de mascara. De Miauw Studioless mascara van Miss Porty. Dit is een Jet Lash mascara waterproof van Catrice. Een NYC mascara City Proof 24 Hour. Een Prime and Fine Matte Fink Powder. Het is een waterproof van Catrice. En dan heb ik hier ook nog een highlight pen van Catrice. Een W7 Brow Palour. Dit is een wenkbrauwkit. Hier heb ik al wel foto's en zo van gemaakt. Ik moet er alleen nog wat over schrijven. Dus deze zal wel spoedig verschijnen. Dit is een Lash and Brow van Essence. Gewoon zo'n, om het in model te brengen. En dit ga ik een versus video doen met de versie van Catrice. Die zul je ook nog langs zien komen. Die zit in een van de laadjes of kistjes. Nog een compacting powder. Deze is van Essence. Hier heb ik twee blushjes. Dit zijn de So Blush. En dit zijn blushjes die je dus... Ja, cream blushes eigenlijk. En daar heb ik een roze en een oranje van. Alleen ik zie dus dat de oranje al gebruikt is. En dat heb ik zelf niet gedaan. En daar moet ik toch even beter op letten. Want dat heb ik toch best wel vaak. Deze zit er ook nog in. Dit is een Miss Porty. Even kijken hoor. Zo'n lip pen. Kijken. De Instant Color and Shine. Ik weet nog niet of ik deze nog ga reviewen, want deze is volgens mij al best wel lang geleden uitgekomen. Maar misschien ook nog wel, dat weet ik nog niet. En dan heb ik hier een Miss Porty oogschaduw paletje die ik zelf heel erg mooi vind. Het W7 in the City Natural Eye Color Palette. De In the Mood is afgelopen week al verschenen en deze die ga ik ook zeker nog reviewen. Maar het leek me toch leuk om ze allebei een apart artikel te geven. Heb ik hier nog een spraytan van W7. En die wil ik ook echt heel graag gebruiken en reviewen. Alleen ik moet toch even wachten tot het weer wat beter wordt. Want ja, met het weer wat het gewoon nu is, vind ik het niet echt handig om te gaan gebruiken. Dit is een nagelharder. Deze is van Kruidvat. Heb ik hier een Nua paletje en dit is de Undressed. En dan heb ik er nog eentje en dit is de Undressed Me Too. Het Miracle Water van Garnier. Moet ik ook nog steeds wat over schrijven. En
Misschien een leuke vraag aan jullie. Misschien vinden jullie het leuker als ik vaker blogposts ga schrijven. Nou ja, laat het maar eventjes weten als je daarvoor bent. Een nagelolifantkruidvat. Sommige producten heb je misschien ook al wel in een shoplog voorbij zien komen. Maar die wachten dus gewoon nog op een review. Dan weet je dat eventjes. Dit is het Smoky Eyes make-up boxje van Essence. En dit is de How to Make Bright Eyes van Essence. Dan heb ik hier twee setjes van Essie. Deze komen gewoon van de Big Bazaar overigens. En die wil ik samen gaan reviewen. Deze heb ik al gebruikt en zo. En heb ik al gefotografeerd. Maar deze moet ik nog gaan testen. Dit Sunkist bronzer palet. Hij is echt super groot. Die wacht ook nog. Dit is een smudge. En dit is dus... Kijken of ik hem open ga krijgen. Dit is ook een bronzer. Ik denk dat ik gewoon bronzers een soort van bij elkaar ga doen. Bronzing parels nog van de W7. En dan zijn we er bijna doorheen door de losse producten. Dit palet, de Nudes van Maybelline. Die komt echt volgende week ergens al online. Want dit is een limited editie. En dan heb ik nog een paar paletjes van W7. De Toasted. De Golden Brown. De Purple Haze. En de Naked Nudes. Dus dit zijn alle losse producten. Ga ik nu eventjes laten zien wat er in de koffertjes zit. Ik begin maar even bij dit open koffertje. En... ik vind deze koffertjes trouwens heel erg leuk, want er staan ook allemaal make-up producten op. Ik heb ze ooit eens bij de Trekpleister gekocht en ja, ik vind ze gewoon super leuk. Ik ga eventjes deze openmaken. Hierbovenop ligt een Happy Lips van Blistex. Een All About Matte van Catrice. Dit is gewoon, dit is trouwens een transparante poeder. Oogschaduwpaletje van NYC. Dit is de A Kiss on the Hudson. Een Smoky Eye paletje van Catrice. Een BB poeder van NYC. Oh! Dit is een lip butter van Labello. Nude Illusion van Catrice. Dit is een foundation. Eyeliner van Essence. Die heeft twee kanten. Prime and Fine. Dit is de anti-shine base. Een primer van Ethos. Een handcreme van de Hema. Dit is wel leuk voor een product over de blijmakers, want dit is ook een blijmaker. Dit is een illuminating highlighter in stickvorm. En dit is de bronzing highlighter in stickvorm. Ze zijn allebei van Catrice. Een highlighter van Moua. Nog een basis en dit is de Hilti Look Primer. De Candy Blush van W7. Nog een primer van Essence. Dit is een highlighting van Essence, maar ik weet dus nog niet of ik deze ga reviewen, want ik heb hem al eens eerder gereviewd en dit was een ander kleurtje. Dus ik denk dat deze sowieso niet gereviewd gaat worden. De All About Romance. Ja. De All About... Oh, moet je hem even andersom houden. Sunrise. En een Liquid Ink Eyeliner Waterproof. De All About Chocolates. De All About Deep Sea.
Dit is weer zo'n paletje van NYC. En dit is de Best of Broadway. Nog eentje in de kleur South Street Seaport. Lash Builder, Dramatic Lash Builder Mascara van Hema. Een eyeliner, eye pencil met een metal van Catrice. Oh, deze hoort er niet in. Dit is gewoon mijn eye pencil. Dit is gewoon mijn backup. Voor als mijn andere leeg is. Dit is ook nog een concealer van Catrice. Blusje van W7. Ik laat alles een beetje vallen. Nagellakje van W7. En dit is Neon Light. Neon Pink. Twee lakjes van de Hema. Dit zijn nieuwe. Eentje zijn gewoon glitters en eentje zijn dots. Heb ik een matte topcoat van Essence. Een NYC potlood voor je ogen, een oogpotlood. Dit is een rimmel oogschaduw. Deze heb ik ooit bij de Action gekocht. Weet ook niet of waar daar nog wat mee gaat doen. Dit is een filler, een eyebrow filler van Catrice. Een eyeliner van Catrice. Dit is een OPI lakje en deze komt bij Big Bazaar vandaan. Een base coat van de Hema. Nou ja, dit is bijvoorbeeld ook een hele oude lipgloss die ik niet meer zal gaan reviewen. Deze komt ook bij de Action vandaan. Zij is uit een oude collectie, laat ik het zo even benoemen. Heb ik hier een paar dingetjes. Die zal ik straks laten zien als ik het gedeelte wat erbij hoort ook gevonden heb. Hier heb ik een lip liner. Deze is van Miss Sporty. Nou ja, dit is dus voor de Versus video die ik straks liet zien. Dit is de Lash Brow. En die ga ik dus bij de Versus video met Essence doen. Een eyeliner van Catrice. Dan heb ik hier nog een eyeliner. Een Liquid Ink High Shine Eyeliner van Essence. Dit is een rimmel oogschaduw. En deze heb ik ooit bij de Action gekocht. Weet ook niet of waar daar nog wat mee gaat doen. Dit is een filler. Een eyebrow filler van Catrice. Een eyeliner van Catrice. Dit is een OPI lakje. En deze komt bij Big Bazaar vandaan. Een base coat van de Hema. Nou ja, dit is bijvoorbeeld ook een hele oude lipgloss die ik niet meer zal gaan reviewen. Deze komt ook bij de Action vandaan. Zij is uit een oude collectie, laat ik het zo even benoemen. Heb ik hier een paar dingetjes. Die zal ik straks laten zien als ik het gedeelte wat erbij hoort ook gevonden heb. Hier heb ik een lip liner. Deze is van Miss Sporty. Nou ja, dit is dus voor de Versus video die ik straks liet zien. Dit is de Lash Brow. En die ga ik dus bij de Versus video met Essence doen. Een eyeliner van Catrice. Dan heb ik hier nog een eyeliner. Een Liquid Ink High Shine Eyeliner van Essence. Hier heb ik nog een Make Me Brow Eyebrow Gel van Essence. En dan is deze bak leeg. Ga ik even wat spullen erin doen en dan zal ik de volgende bak gaan laten zien. Oh, misschien is het leuk om ook even de voorkant te laten zien. Hier staan kwasten op. Ook allemaal make-up producten. Niet heel erg interessant, maar misschien even leuk om te laten zien. Hier heb ik nog twee eyebrow pencils van de Action. Deze ook. Dit zijn twee lipsticks van de Action. Dit is een volume mascara van Maybelline. Dit is een wenkbrauw kitje van Essence.
Deze zit er ook nog in. Die hoort er niet in. Deze kreeg ik toen gratis bij de gel lak van Essence. Een bronzer van Catrice. Nou, hier is dus dat bakje. En straks had ik van die fillers. En dit is een pick and refill bakje. En dan heb ik hier dus drie kleurtjes. Ik heb een roze, een witte en een bruinige. En die kun je dus hierin doen. En ik ga eerst even uitzoeken of dat het nog te krijgen is. Voordat ik hem dus ga plaatsen als review. Want het is misschien wel leuk als jullie het zelf ook nog kunnen verkrijgen. Als je dat dus zou willen. Dus dat ga ik nog even uitzoeken. Een lipbalm van W7. Een primer van de Ethos. Een setting blush van de Hema zit erin. Dit is een BB cream van NYC. Hier van de Ethos heb ik een bronzing powder. Dit is de Double Wear Waterproof Eye Pencil van de Hema. Een bronzer van Essence. Een Effect Lip Gloss van Essence. Een lip liner van de Essence. Dit is de Long Lasting Lip Liner. Een monootje van Catrice. Monootje van Essence. Hier zat een gratis stick bij. Lash Base. Oh. Lash Base van Essence. Mascara. Een Keep Calm in Shop lippenbalsem. Deze is van Rimmel volgens mij. Foundation van de Hema, kleur nummer 3. Een 3D mono oogschaduw van Essence. Het wenkbrauwpalet, het wenkbrauwpaletje van Catrice. Hier heb ik nog een glittertopper van de Nudes in zitten. Een lipglossje van Essence. Een Prime and Fine Shooting Refiner van Catrice. Een blush van Catrice. Dit is die Jetless Mascara en dit is de gewone van Catrice. De Color Drama van Maybelline voor je lippen. Een Scandal Eyes oogpotlood van, volgens mij is deze van Rimmel, ja. Een concealer paletje van Catrice. En een oogschaduwtje van de Hema. En dan is deze volgens mij ook, helemaal leeg. Nee, nog één ding zit erin. En dit is een lipstick van Essence. Nou, jullie hebben nu alles gezien wat ik dus nog kan gaan reviewen de komende tijd. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe ik deze spullen bewaar en wat er allemaal nog in zit. Ik vond het zelf best wel leuk om te laten zien. Dus een keer wat anders. Voor nu wil ik je gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Ik zou zeggen, abonneer je op mijn kanaal als je op de hoogte wil blijven van mijn nieuwste video's. En ik zie je heel snel weer. Doeg!